Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering. We zijn nou net bij Midden-Zuid, bij het controlestation. Zo even eten hier. Zoals je kan zien ben ik leeg, want ik heb gelost vanochtend twee opleggers in Tunsberg. We zijn nou onderweg richting Moel, dan gaan we de binnenland in en dan gaan we een graafmachine laden, dus dat is altijd goed. Ik heb er zin in, het is mooi weer, dus ik zeg let's go! Dus, kijk. Ja, ik kan hem ook geen ongelijk geven om niet te sporten. Het is echt waanzinnig mooi hier. Ja, we zijn al een rong in de bak. In ieder geval, we zijn er bijna in Mesnali. Mesnali? Ik weet niet. Maar in ieder geval, hier gaan we dus laden. Mesnali, klein plekje. Kijk. Mensen gaan dus laden. Plekje bij Moel in de achterbuurt. Die probeer mij even in te halen hier. Dat zou ik niet doen. Lekker laat trouwens om hier nog in te gaan halen. Misschien dit lekker op. Maar goed. Ja, zou je eigenlijk formaat de plekken gezet dat ik hier tussen 5 en 6 zou willen laden? Ik heb dat niet doorgegeven. Maar goed. Er gaan die dingen. En het is nou 20 over 7. Ik ben benieuwd of die überhaupt wil laden, toch? De wolken ook beloven niet veel goed. Dat is echt een beetje jammer. We hebben wel veel film eigenlijk. In ieder geval, ik hoop dat hij nog wil laden. Anders wordt het morgenochtend natuurlijk geen probleem. Want ik weet op zich wel waar ik kan staan. Dus. Ja. Altijd leuk. Even een peppie. Gaan hier naar binnen. Vorige week was ik hier ook, dus ik weet waar ik heen moet. Dat was met de Vias Genotenboom. Ja, dat is natuurlijk even heel anders. Die beelden waren niet helemaal naar mijn zin. Dus ik besloot om vandaag weer te filmen. Mits het weer goed blijft, want toch de oude beelden moeten gaan. Ongefilmd helemaal niet. We gaan het zien, we weten wat we ongeveer kunnen verwachten. We gaan een Hitachi laaien als het goed is. Een grote rupsgraafmachine. Ja, ik heb er veel zin in. Heel aardige vent ook. Erg behulpzaam. Hij heeft vorige week ook nog twee balkomaten gezaagd, zijn overbuurman. Hij is ook internationaal chauffeur geweest. Veel continent geweest ook. Dus zeg maar Nederland, Denemarken, continent, ja, sorry. Europa. Dus die snapte ook wat ik allemaal een beetje wilde. En dat ging eigenlijk helemaal super, dus ik verwacht weinig problemen vandaag. Daar zou ik even opletten, die grusk graag misschien niet. Daar ben ik wel voorbij bij nou. Ik dacht had die ergens moeten staan, maar goed. Ik zeg vandaag veel maar goed. Goed. Gewoon eens even kieken. Gesproken.
En ja, inderdaad, 1 kilometer terug moeten we al laden. Maar voordat we terug kunnen, moet ik 3 kilometer aan de andere kant op en even draaien. En ja, zoals je ziet, hier is het niet al te best meer. En geloof het of niet, ik heb net een bord einde 60 gezien, dus hier mag je officieel 80. En dat ga je natuurlijk nooit halen. Maar, Maar zelfs 60 vind ik al vrij hard hier. Je moet sowieso opletten natuurlijk wat je doet. Ja, dit is een keerplekje dan. Zitten we er niet. Is het dezelfde man als vorige keer? Ja. Dat is hem. Even kijken of ik het beste kan wegzetten. Neem dus rijplaten bij en die hierin. Spul. Gaat niet zo makkelijk. Goed, lekker maat gemaakt. Hier is de rest wel. Gaan we gebruiken om de mast op te leggen.
Nou, hij staat erop. Het heeft best over geduurd met het goed krijgen. Omdat de afstand van hier. Want hij steekt natuurlijk uit, hij is 280 als het goed is. Die kregen we niet helemaal goed. Dat was het eerste probleem. We hebben best even mee staan toppen. Toen het eenmaal goed stond, moest eigenlijk alleen nog de bak erop. Deze twee. Nou, je ziet dat het ligt naast elkaar. Want ik was met hout bezig. En dat lag eigenlijk bijna helemaal goed. Tot die ene bak kantelde. En die half in half zat. Dus dat was niet helemaal de bedoeling. Nou, toen hebben we proberen recht dus de bak niet op te pakken. Gleed die alle kanten op. Nou, het was eigenlijk een beetje de hek van de dam af. Toen viel de machine ook nog eens een keer uit. Om het helemaal compleet te maken. Dus nu staat hij zo op de bak. Hoe het opgelost is, weet ik nog niet. Hij is volgens mij naar een kennis van een vriend toe. Ik kan hem hier wel vastzetten, want dat hoeft niet meer te verschuiven. Of alleen maar te draaien en die bak op te zien te pakken. Of met een andere machine op te pakken en dan mag hij hem ook daar neerleggen van mij. Maar ja, het gaat hier niet echt vanzelf. Nou, wij gaan in ieder geval even aan de slag. Ik ga de kettingen pakken en strop maar. Deze machine heeft nog een voordeel bij die andere machine. Het moet aan de andere kant zijn. Maar om nog een oog om vast te maken. Hij is zo oud. Normaal heb je ogen hier en ogen hier. Je mag een kruisje gaan trekken. Dat gaat bij deze niet. De machine is ook lekker vet. Alles lekker vies. Als ze gelost hebben, maken we alles even, lekker schoon. Lekker. Dan stappen we weer in die andere wagen. En har pjaksen på innsida, vet du, da var du sliten med pankenter. Ja. Ja. Kjempegreier. Kjempebra. Ja, kjempebra. Ja, misschien doen we Nou, ik heb het ook wel eens makkelijker gehad, kan ik je vertellen. Dat is een stuk makkelijker zelfs. Gelukkig heb ik ook wat mugjes in mijn auto meegenomen. Dat is ook wel heel erg fijn. Helemaal lek geprikt, kun je het een beetje al zien, maar ik heb allemaal rode stippen nou. Maken, maar yes, niet allemaal, maar lekker wat mazel heb. Hier is ook een paar. Kijk eens, joh. Hier, welke jij?
Wegwezen maken. Wij gaan even niet nog een keer met mij. Nee. Zo. Oh, gewicht zit goed. We kunnen nou nog 54 minuten rijden. Kijk wel heen rijden. Zoveel komen niet meer. Zoek op favoriete laten eens even. Een kololar ik doe maar. Ik weet niet of ik heel het verhaal goed verteld heb, maar in ieder geval die mast die deed op een gegeven moment, heel dat ding werkte niet meer, dus ik kan weer iemand helpen. Nou, daar kreeg ik met me praat. Staat hij erop? Ja, het is allemaal niet, het is allemaal niet super. En ik weet dus wel als heel veel mensen zeggen, ja, dan moet je zo doen, moet je zo doen. Nou ja, ik zou zeggen, vertel maar ook, weet je. Ergens beter en slimmer van kan worden en is het altijd beter aan kan pakken, dan is het altijd meegenomen. Dus we zijn ongeveer 280 breed. Wat de lampen naar beneden klappen, zeg nog. We zijn ongeveer 4,13 hoog, zoiets. Ik ben wel vrijwel zeker trouwens, ik heb gemeten, dus 4,13 hoog. Ja. Ging makkelijk, ja, ging makkelijk als vorige week, ik weet niet. Ligt hij er beter op dan als vorige week? Dat is ook even de vraag. Nou, lijkt iets meer aan deze kan uitsteken. Het rijdt sowieso heel anders dan vorige week. Dat, ja. Ha, het is wel super mooi. Dat dan wel! Kijk, nummer 2, Lillehammer Moel. Een stuk de rups iets minder uit, maar de. Oeh, heel erg geluk maken. Ja. Suicide dive. Maat, wat doe je? Het lijkt iets meer uit, zeker links. Maar de hut, weet je, de draaien waar de machinist in zit, die steekt ook iets breder uit, dus het zit vrij aardig.
Zo, we zijn terug in Moelven. Op zich klopt dat ook wel trouwens. Moelven. Ja, we zijn terug in Moelven. Ik hoop dat jullie het dan... Nee, hier staat een kibbelas. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Laat een reactie achter. Geef me even een duimpje omhoog. Mocht je nog tips, aanmerkingen hebben, laat me weten. Ik zou zeggen tot de volgende keer en mazzel.